Iedereen, welkom terug bij mijn kanaal. Ja, echt heel abrupt begin van deze video. Ik heb net Engels gehad. En ik weet niet wat er is, maar mijn maag gaat al sinds na de lunch ging die echt alleen maar geluiden maken. Dus het ligt niet aan dat ik honger heb, maar echt, ik weet het niet. Maar goed, ik had dus net Engels. Ik had tijdsnood. Ik heb altijd tijdsnood met Engels of leesdingen. Zo goed ging het ook weer niet. Nee, het ging niet eens goed. Het was warm, hé. Het is 21 graden. Ik heb dit aan. Gelukkig was het in de gymzalen wel gewoon lekker te doen. Maar goed, daarna gingen we naar de examens. Gingen we even naar kluisjes. En die is onder ons bij. Nou, mijn kluisje dan. Toen vroeg ik hoe gaat het nou? Ik had lekker huilbuil. Maar dat ging ook niet, nou, allemaal stress kwam er nog gewoon uit. Niet per se over deze toets alleen, maar ook over andere dingen. Maar maakt niet uit. Dan verhaal. We gingen ook even wachten, want we waren aan het wachten. Totdat we boekjes van de eindexamen konden meenemen. Ik ga nu gelijk nakijken, want dan kan ik weten wat de schade is. Want ik heb waarschijnlijk wel onvoldoende. Kom op, ik had echt maar bij één vraag waar ik ervan dacht. Ja, dit is het goede antwoord. Jongens, sorry voor deze chaotische intro. Ik ben vandaag echt chaotisch. Ik ben blij dat Engels voorbij is en Nederlands en alles, want dat is echt chaotisch bij mij. Ik weet niet, ik ben gewoon niet goed in leestoetsen. Dat betekent wel dat ik scheikunde morgen en donderdag bio heel goed moet doen en Frans vrijdag. Ah, daar gaan we voor toch? Jongens, bij die eerste tekst, ik dacht echt gelijk al, wat is dit? Ik was nog niet eens klaar met deze tekst en ik had nog 5 minuten. Dus ik dacht, oh nee, ik moet die ook nog doen. Dus ik heb die echt heel snel gedaan. Deze, oh nee, ik kan deze niet... Oh, ik heb echt maar gewoon wat ingevuld bij deze 3 teksten. Want ja, ik kon niks anders. Wat begint dit goed? Ja, ik vond oprecht deze 2 teksten echt moeilijk. Ik heb ook echt op mijn antwoordblad, die heb ik hier natuurlijk niet, want die heb ik ingeleverd. Daar heb ik allemaal sterretjes neergezet. Je moest eens weten hoeveel sterretjes ik heb gezegd. B had ik. A had ik niet. F had ik wel, oh my god. Hé, ik heb mijn eerste punt behaald. Ik reed net langs een ijsbus, zeg maar, met dat deurtje. Ik was ook aan het bellen met een vriendin. Maar, oh, ik weet het niet, maar ik heb nagekeken. Ik geloof het niet, hè. Ik heb die laatste 3 vragen moeten gokken en ik heb gewoon 2 puntjes nog steeds. Ik heb die laatste tekst in 10 seconden gemaakt. Ze wilde iets met leerlingen van verschillende achtergronden. Dus ik dacht, ik keek naar de tijd en ik zag nog 10 seconden. Ik dacht, shit. Ik had eerst een andere naam opgeschreven, omdat ik dacht, ja, de eerste die ik zie, die schrijf ik op. Toen ging ik toch nog even snel door die tekst kijken. Toen zag ik ergens multicultural staan. Ik keek echt gewoon, ik zocht gewoon naar een woord die iets met verschillende achtergronden te maken had. En toen zag ik, oh, bij N. Dus ik heb N opgeschreven en het is goed. Ik ga stuk. Bij de laatste 3 vragen heb ik gewoon maar C ingevuld en bij eentje was het correct. Ik heb blijkbaar wat goed. Ik was echt in paniek na die toets. Ik heb gewoon 25 of 26 punten. Ik heb bij 1 vraag waarbij ik het niet zeker weet. Ik heb het niet omcirkeld op het blad. Ik hoop dat die N-term 0,5 is, want dan heb ik er 5,5. Ik hoop dat veel mensen hebben geklaagd. Het examen, de tekst hadden heel veel moeilijke woorden. Woorden die niet eens in het woordenboek stonden. Dus ik heb echt 3 keer voor niks gezocht in het woordenboek. Van tevoren van die toets zei ik echt zo tegen iedereen om me heen. Het gaat niet goed bij mij. Als je mijn maag zo hoort, dan weet je wie het is. Maar goed, ik hoop maar van een N-term van 0,5. Want dan heb ik gewoon een voldoende voor Engels gehaald. Als je examens oefent of gewoon oefent voor een toets. Of je hebt een fout gemaakt. Schrijf die fout op en kijk er later weer naar. Dan denk je van, oh ja, die fout moet ik niet maken. Of, oh, ik moet daar even op letten. Want dat is heel handig. Ik heb bijvoorbeeld met scheikunde. Ik was helemaal vergeten van, van der Waalsbinding hangt dan van molecuulmassa. Hoe groter de molecuulmassa, hoe beter de van der Waalsbinding. Nou, dat zit nu wel goed in mijn hoofd. Dus zo op die manier kun je gewoon leren. En dan heb je bijvoorbeeld de dag van tevoren. Moet je niet meer zo heel erg uitgebreid gaan leren. Nee, maar gewoon herhalen wat je hebt geleerd. Scheikunde zit er best wel goed in. Ik moet het gewoon herhalen en dan komt het goed. Zoveel mogelijk verbouwen, die hebben we goed voorbereid. Zijn er nou bepaalde misvattingen als het gaat om het scheikundevak? En als je scheikunde niet zo goed snapt, dan lijkt het heel erg aan elkaar aan. Mm-hmm. Maar je moet eigenlijk wachten tot de puzzel in elkaar valt. En het liefst vanavond. Hoi iedereen, ik ben weer terug. Ik heb lekker een uurtje lang die examenspreekuur lopen kijken. Dat heb ik nu voor elk vak gedaan. Super handig. Vooral voor scheikunde, natuurkunde, wiskunde en Nederlands vond ik het heel handig. Ja, het ging me best wel goed af. Ik ben er echt helemaal klaar voor. Ik heb echt een goed gevoel. Ik heb gewoon een goed gevoel
over scheikunde. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik weet bijna alles. En ik heb mijn Binas, dus die gaat me ook gewoon wel helpen. Ja, als ik het examen heb, niet in de stress schieten. Gewoon verder werken. En je weet dit. We zijn alweer bijna door de examenperiode heen. Je moet gaan pieken wanneer je moet pieken. Dus ja, ik ga nu even thee doen. Het is al veel te laat eigenlijk voor thee. Het is alweer 9:45. Ik moet eigenlijk gaan slapen binnenkort. Ja, dan heb ik morgen mijn examen om 2:30. Maar is goed, want ik heb eigenlijk een routine in de ochtend gevonden. 7:00 sta ik op. Lekker fijn. 8:00 slaap gehad. En daarna ga ik gewoon lekker rustig ontbijten. Even herhalen. Daarvoor heb ik hele mooie, meerdere, ja, de blauwe zijn van pas gekomen. De groene waren op, dus ja. Nou, ik heb meer stapeltjes. Nou, dan kan ik hier lekker morgen naar kijken. Belangrijkste dingen die ik gewoon niet moet vergeten. Daarna ga ik gewoon lunchen. En daarna examen maken. Nou, vandaag was het echt super warm. Het was gewoon 21 graden. Nou, ik had het helemaal heet, maar goed. Dus ja, morgen moet ik even letten wat ik aandoe. Ik moet eerst weer berecht beter kijken. Maar goed, ik zie jullie morgen. Ik had niet verwacht dat ik zo goed voorbereid zou kunnen zijn voor scheikunde. Dit keer ga ik een voldoende halen. Weet je trouwens, mijn scheikunde docent gaat taart geven als je hoger dan je schoolexamencijfer geeft. Met de schoolexamens ging ze taart geven als je hoger dan een 8 haalde. Nou, ik haalde ze vorige keer hoger dan 8. Maar dat was puur omdat ik 3 van de 4 contexten, ja, ze gebruikten examenvragen in de schoolexamens. Nou, ik had 3 van de 4 contexten, had ik die dag van tevoren geoefend en onthouden. En die kwamen erin die het meest logisch waren. Dus ja, ik tactisch taart gekregen. Maar daar ging het niet om. Het ging me om het goede cijfer. Want ja, ik moest mijn scheikundecijfer even omhoog krikken. Ik sta nu in 6,8, 6,9 iets. Als ik hoger haal, krijg ik taart, jongens. Maar we gaan gewoon even voldoende. Want ja, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vandaag scheikunde examen. Heb ik er zin in? Nou, ik weet niet. Nou, we maken maar zin. Ik heb goed geleerd gisteren, zoals jullie gisteren hadden gezien. Ja, ik was gewoon even aan het klaarmaken. Net ontbeten ook. Nog 3 examens te gaan. Ik ga dit even herhalen. En misschien nog mijn samenvatting doorlezen. Gisteren ging ik natuurlijk even een spreekuur video kijken. En ze zeiden, ja, om 3:00 moet je bij vraag 14 zijn. Dus ik ga mijn best doen. Ik moet flink doorwerken. Dingen die wel belangrijk zijn om te weten heb ik ook even opgeschreven. Nou, op zich zit het er nu wel goed in. Dus ik ben er wel klaar voor. Ik heb trouwens ook een nieuwe kleur bereikt op dit, ja, hoe heet dit? Een sticky notes of zo? Ja, ik heb een nieuwe kleur. Het was eerst blauw hiervoor. Nou, het gaat hard gisteren. Al eerst deze andere kleur en nu deze een andere kleur. Ik vind het wel een hele mooie kleur, dus ja. Oké, ik heb zojuist alles even herhaald. Ik heb super veel dingen voor scheikunde. Aangezien ik scheikunde echt op zich, ik vond het wel een leuk vak. En ik was er ook wel goed in. Alleen dit jaar ging het wat minder. We gaan even revanche nemen dit jaar. Of dit jaar gewoon met eindexamen. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Het is 10:00. Ik heb even een uurtje gedaan om het te herhalen. En ik ga nu maar gewoon even dit doen. Scheikunde natuurlijk. Ik kwam zo bij de eerste context. Ik weet eigenlijk niet hoeveel contexten er waren. 4 of 5? Ik weet het niet meer. Maar ik kwam bij de eerste context. En ik dacht echt van, oh nee. Nou, kijk, met een glucose opstellen en pyrodruifzuur, oké, goed. Maar ineens, vraag 2 en 3 en 4 en 5. Dit was mijn 5 ook helemaal geskipt van die eerste context. Want ja, ik kwam er gewoon niet doorheen. Dus ja, ik dacht, ik skip maar, want ik kan gewoon geen tijd aan deze vragen besteden. Want anders verlies ik tijd. Dus toen ging ik verder naar de volgende context. En toen kreeg ik een context over water uit de grond of zo. En ik snapte die reactievergelijking niet op hoe je dat moest opstellen. Echt, het was hele rare. Maar ineens had je een X er ook in. Die heb ik ook niet, dus ik sloeg die ook maar op. Ik dacht echt, oh, waarom gaat dit zo fout? Nou, toen ging ik maar verder. En toen ging het op zich wel goed eigenlijk. En toen had ik nog een half uur, om 40 minuten of zo, om terug te gaan naar de vraag die ik heb overgeslagen. Ik had één vraag met een break. Ik zag alleen dat het een breakmeme was. Die had ik overgeslagen. Dat was die 5-punter. Heb ik voor het laatst bewaard. Maar ja, uiteindelijk heb ik die ook wel. Er was ook één vraag over DNA. Nou, ik zat echt lang te kijken van, wat willen ze nou van mij met die polymeerketen? Nou, maar uiteindelijk heb ik hem wel. Hij ging op zich gewoon goed. Een van de zwaarste examens
examens heb ik dan alweer allemaal gehad. Ik heb alleen nog maar bio en Frans. Kijk, ik bleef echt tot 4:15 op school. Maar ik heb mijn scheikunde examen. Hij lagen. Nou, ik heb mijn antwoorden hier niet opgeschreven. Maar ik weet wel ongeveer wat ik nog ga antwoorden. Dus ik ga op zijn strengst gewoon nakijken met N-term 1. Want ik denk dat het niet lager wordt dan N-term 1. Tip, raak nooit in paniek. Ga gewoon verder. Er komt vast wel ooit een vraag of vragen die jij wel snapt. Ik ben zo blij dat ik niet in de paniek schoot. Nou, ik schoot wel even in de paniek. Maar gelukkig bleef je niet zo hangen bij de vragen. Oh ja, trouwens nog een disclaimer. Ik wil even zeggen van, ja, ik ben niet een van de slimste. Maar het lukt me op zich wel als je echt je best ervoor doet. Dus ja, vergelijk jezelf ook niet met mijn cijfers. Probeer gewoon. Dan lukt het echt wel. Kijk, er zijn heel veel mensen in mijn school die echt heel hoog staan. Die staan 7's, die staan 8's. Ik sta geen 8 afgerond. Ik heb echt volgens mij één cijfer die echt een 7, iets heeft. 1,5,4, maar... De rest is allemaal 6, blablabla. Ik ben ook maar een gemiddelde student die echt wel moeite moet doen. Maar het lukt wel. Het is gewoon voor iedereen mogelijk. Dus ja, geef niet op. Als je ooit een examen moet doen of doet, geef alsjeblieft niet op. Jij kan dit. Jij zit niet voor niets hier. Ja, doe je best. Even nagekeken en ik heb minimaal 44 punten, misschien 49 punten van de 66 punten. Dat is echt heel goed. Ik ben echt blij dat die berekenvragen goed gingen, want daar krijg je echt veel punten voor. De N-termen op examenblad waren steeds hoger dan 1. En de laagste die ik ben tegengekomen was 1,3 en dat was vorig jaar. Ik heb sowieso een voldoende al. Yes! Eindelijk. Ik kan het wel. Met een N-term van 1, dan moeten we 44 delen door 66 punten. Keer 9 plus 1. Jongens, ik heb gewoon... Ik heb gewoon 7. Oh, maar dat betekent dat ik taart krijg. Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik gewoon een 7 heb behaald met mijn eigen kennis. Oh, ik heb echt gestreden. Ik ben echt blij. Eerste compensatie. Puntje die ik sowieso heb. Ik ga stuk. Wat? Ik hoop dat ik 49 punten heb. Met een enter van 1,3. Hou op hoor. Dan heb ik een 8. Yes! Wie had dat verwacht? Ik niet. Ik ga even een halve Frans examen maken. Niet meer aan bio. En daar heb ik geen tijd meer voor. Het is bijna 7 uur trouwens. Volop aan bio. En een halve Frans examen maken. En dan ja, die dag na bio, zeg maar. Na bio ga ik dan donderdag Frans oefenen en die idioom even herhalen. Nou, dit moet goed komen. Mijn ogen zijn echt moe. Ik ben moe, maar we moeten even door. Scheikunde spullen op de stapel. Nou, scheikunde hoef ik niet meer te doen. Je ne parle français. Je ne parle pas français. Ik hoop trouwens dat deze video niet... mijn video's al niet saai zijn. Aangezien ik alleen maar hier in mijn kamer zit. Achter mijn bureau. Zo gaat het leven. De toetsweek leven. Trouwens, met die scheikunde examen. Ik heb echt half met pen getekend. Half met potlood getekend. Ik had geen tijd meer om het te verbeteren. Laat het niet fout zijn. Want ik heb het gewoon geschreven hoor. Als je dit ziet, ik heb bewijs. Ik heb met deze potlood... zelf geschreven. Mijn docent zou het niet verbeteren voor mij. Die wil juist dat we het goed doen. Dus. Ik heb nu even twee teksten gedaan. Eerst had ik al fout, maar ik snap even niet waarom. En toen de volgende vraag had ik 2 punten. Ik merk echt dat ik echt moe ben. Ik ga gewoon nu even chillen. Dat heb ik echt wel verdiend na zo'n goede dag. Als vandaag. Ik ga denk ik gewoon YouTube kijken. Daar heb ik wel zin in. Ik ben ook maar een mens. Ik moet ook leuke dingen doen tijdens leren. Oké, plans change. Ik ga even bio gewoon. Het is een livestream, dus kan ik even vragen stellen. Hoi iedereen. Het is 10 uur 's avonds. Morgen heb ik biologie. Ik heb het examenspreekuur van biologie bekeken. Er kwamen best wel veel dingen in die op zich wel te doen waren. Nou, we gaan gewoon voor die voldoende. Ja, ik heb vandaag eigenlijk alleen maar Frans geoefend. Ik heb bio geoefend vooral. En even doorgebladerd bij onderwerpen die ik even gewoon uit mijn hoofd moet weten. Want dat komt er sowieso in. Zoals natuurlijke selectievraag en
tijdsvariatie en zo. Evolutievraag. Maar ja, ik ben moe. Het is alweer 10 uur. Dus ik ga gewoon slapen. Einde is bijna in zicht. Morgen nog 1 grote leerexamen. Examen, zeg maar. En dan vrijdag Frans. Oh, dat is de wasmachine. Ja, Frans gaat gewoon goed komen, denk ik. Ik ging gewoon oefenen vandaag en het ging weer lekker. Ja, ik weet niet. Ik kan Frans wel. Frans lezen. Ik vind Engels en Nederlands lezen moeilijker. Maar ja, daar is het niveau ook een stuk hoger. Maar dan moet ik wel zeggen dat Frans lezen ook best wel pittig is. Maar met de strategie die ik doe, werkt het. Dus ik ga slapen en ik zie jullie morgen wanneer ik biologie heb. Ik heb zo biologie en ik kan niet wachten tot het voorbij is. Ik had beter kunnen leren voor bio, maar weet je, ik heb wel die algemene kennis. Ja, gewoon goed lezen. Opzoeken in de bino's als het kan. Oh, ik ben echt gewoon moe. Ik heb ook geen banaan, dus die kan ik niet eten. Ik ga wel kijken wat ik kan lunchen. Bijna klaar. Het tijd om. Shit! Ik ben terug van biologie en ik ben echt kapot. Ik kan niet meer. Mijn ogen zijn echt gewoon heel moe. Het was heel veel lezen, maar ja, dat kan je verwachten van bio. 39 vragen. Ja, maar het ging echt goed. Het was echt een vraag over van alles en nog wat, maar het lag mij gewoon. Het ging best goed. Ook over onderwerpen die ik minder makkelijk vind. Die gingen ook gewoon goed. Er was zelfs één vraag. Heel vaag gesteld trouwens. Over geef een proces wanneer je het koud hebt of zo. Een animaal proces. Dus ja, nou, dan denk ik, ja, het is bewust de proces dan van het zenuwstelsel. Dus ik zo denken. Ja, hoe krijg je de temperatuur omhoog? Dat bewust is. Nou, ik zou denken. Dan denk ik, oh ja, je gaat toch trillen als je het koud hebt. Dus wauw. Ja, gewoon de algemene kennis die ik wel. Ik weet niet. Tijdens het eindexamen ben ik of zo ineens slim. En dan kan ik het wel. Ineens. Nou, ik weet niet. Mijn brein denkt, ga pieken wanneer je moet pieken. Maar ja, ik ben tevreden. Ik had echt nog 10 minuten de tijd om al mijn antwoorden maar op het examen over te schrijven. Eigenlijk, ik ben positief verrast. Ik hoop dat ik een compensatiepuntje kan krijgen. Morgen heb ik Frans. Ik ben echt moe. En ik heb al best wel veel geoefend voor Frans. Dus ik denk eigenlijk dat ik gewoon de belangrijkste woorden ga herhalen. We hebben zeg maar dit boekje. Dit heeft een vriendin gekocht. Kijk, van die bullet dingen. En op het begin heb je gewoon scrapbook-achtig. Heel leuk eigenlijk. Volgens mij is deze van de Action. We willen zeg maar een berichtje schrijven hierin. Die heeft zij al geschreven. Ik ga hem nu overschrijven. En dan gaan we het doorgeven 14 juni op de uitslagdag. Van dan moeten we toch naar school om onze cijferlijst op te halen. En even te vieren dat we hopelijk geslaagd zijn. Dan gaan we even aan iedereen dit boekje geven en naam inschrijven. Ook er is een nieuw seizoen van Kamp van Koningsbrugge online. Online, ik bedoel op tv. Elke donderdag natuurlijk. Het is vandaag donderdag. Die ga ik kijken. Ja, ik heb echt al elk jaar gezien. Volgens mij is dit het derde jaar. Een vriendin van mij die appt mij echt zo van. Want ik had gezegd, Kamp van Koningsbrugge is vanavond zeggen. Ja, want wij kijken dat echt al elk jaar. Ze zei ook nog van, ik ben echt wel heel in de war. Echt over deze vraag. Hoe is het in B? Stond namelijk letterlijk in binnen alsof ze daar stroomrichting andersom of zo. Ik zeg, nee, het is A, want filtratie vindt plaats in de slagadertjes. Ze zegt, want in binnen stond het andersom. Ik zeg, nee. Ik zeg nee, kijk maar in Beatles, dat kan ik niet lezen. Maar goed, ik moet nog even groetjes zeggen hier. Hallo, Renate, zit je ook in de vlog? Ik ga nu even nakijken. Oh, ik heb een melding. Morgen, einde van het eindexamen. Yes. Frans duurt ook maar 2,5 uur. Een van de kortste examens die ik heb. Want de rest waren allemaal 3 uur. Alles de laatste keer hopelijk. Ja, volgens mij wordt de N-term helemaal niet zo heel erg hoog. Nee, de N-term wordt denk ik tussen de 1,0 en 1,3. Want hij was eerlijk gezegd wel te doen. Ik heb minimaal 36 punten behaald. Ik kan nog 38 punten halen, maar is twijfelgeval eerlijk gezegd. Ik heb minimaal een 6,1 met 36 punten. Ja, ik had trouwens hoger verwacht, maar maakt niet uit. Het is netjes en voldoende. Stel, N-term wordt 1,3 en dan heb ik een 6,4. Nou, dat vind ik netjes. We kunnen bio weer op de stapel leggen. Kijk, deze stapel bedoel ik. Ik heb echt... Oh, ik heb mijn bino's gewoon niet meer nodig. Vandaag was gewoon de laatste keer dat ik mijn bino's nodig had. Wow! Dit ding, ik ga je missen. Jij was echt mijn redder in nood.
Ik ga stuk. Maar ja, ik heb echt zin om alles op te ruimen. Ik kan er wel misschien een aparte video voor maken. Dus als jullie dat willen zien, blijf vooral kijken. Abonneer je op mijn kanaal. Ik ga super veel video's plaatsen deze zomervakantie of deze periode. Helemaal zin in. Ik ga het wel in het Engels doen. Maar ik hoop dat het geen probleem is. Ik moet toch mijn Engels onderhouden. Ik startte ook dit kanaal in het Engels. Voor als jullie dat niet wisten. Trouwens, ligt het aan mij of ben ik de enige die dit echt zo satisfying vindt om dit te doen? Dat geluid ook. Het is nu alweer, wow, hij speest hem helemaal, 7:15. Ik ga even Frans idioom oefenen en dat doe ik via Quizlet. Kijk, dit bedoel ik. Oké, ik heb er nog 38 gaan, want ik had echt 400. Nou, bewijs, nice. Nice. Toch, ja. Kijk, dit boekje bedoel ik. Het is het idioom voor het Centraal Examen Frans. Dit zijn echt de meest voorkomende woorden. En natuurlijk ook de signaalwoorden. Die zijn namelijk heel erg belangrijk. En de vragen. Oh my god. Ik heb oprecht net een nieuwe screen protector. Ik wilde voor vakantie een nieuwe screen protector, maar oh nee. Hoezo ging dit zo snel stuk? Mijn camera viel echt gewoon zo. Zacht erop. Ze hebben dit ook echt slecht erop geplakt. Echt scheef. Het is vrijdag 26 mei en dat betekent één ding. Ik heb vandaag mijn laatste eindexamen en ik heb Frans. Lekker dit boekje net even herhaald, zeg maar, met de belangrijkste signaalwoorden. Ik weet ze allemaal, dus dat gaat niet een probleem zijn. Ik moet gewoon goed kunnen lezen en toepassen. En daarom ga ik nog even tekstjes oefenen in het idioom. Ik heb ook even een paar woorden opgeschreven die ik echt vaak tegenkwam. Acquérir en attendre. En acquérir betekent ontvangen en attendre betekent bereiken. Een tip voor jullie, als je ooit eindexamen Frans of een andere taal, behalve Nederlands, want een vreemde taal, dan moet je gewoon goed de alinea lezen waar de vraag over gaat. Ga daarna pas de antwoorden lezen. Tenzij de antwoorden in Nederlands zijn, dan kan je wel alvast nog even lezen. Ik ga nog even Franse tekstie oefenen. Ik highlight echt enorm veel. Zoals ik in mijn vorige video zei, groen gebruik ik voor linking phrases, dus sleutelwoorden. Deze gebruik ik als ik even moet kijken bij welke alinea ik moet kijken en belangrijke zinnen. En dan krijg je eigenlijk zo een tekst. Mijn eindexamen heeft 40 vragen. Dat is best wel veel. Dus we moeten flink doorwerken. Ik ga gewoon een keertje een voldoende halen voor Frans, weet je. Hoi. Hoi. Hoe ging Frans bij jou? Nou, wel prima, maar geen idee eigenlijk. Dat gaan we zo zien. We gaan boekjes ophalen zo. Ik wil. Bij mij? Ja. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben gewoon moe. Ik ben slaap. Die voel ik. Ik viel in slaap. Die voel ik. Oh. Mijn ogen kunnen niet meer. Mijn hoofd kan niet meer. 2:30 staren. Ja. 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 Ik kom net terug, natuurlijk. Zoals je in het vorige video's filmpje zag, ging het best prima. Wachten op het boekje duurde super lang, maar we hebben het. Ja, ik ga even nu nakijken, want ik ben wel benieuwd. En vanavond gaan we lekker spontaan autorijden. Daar heb ik echt zin in. Ik ben goed, maar met eindexamens. Het besef was er niet. Maar we hadden net lekker ijsje gehaald, zoals je hier nu ziet. Dat was lekker. En ik had cookie dough trouwens, als jullie dat willen weten. Ik ga even nakijken. Wow, ik ben gewoon klaar. Het beseffen is er echt niet. Ik had weer tijdnood, maar ik heb altijd tijdnood met leesdingen. Uiteindelijk had ik 3 vragen gegokt, maar ik kan er niks aan doen. Maar ik hoop maar dat het begin gewoon goed is gegaan. Ik heb even nagekeken en ik heb 1 vraag niet ingevuld, wat een beetje dom is. Dus ik heb of 25 punten of 26. Ik hoop natuurlijk 26. Want dan heb ik bij een endterm van 0,5 een 5,5. En als de endterm gewoon 1 is, dan heb ik een 6 of een 5,8. Dus dat is gewoon netjes. Ik ben helemaal tevreden. En ik kijk nu naar de tijd. En het is 7:30. En ik moet om... Ik moet weg. Want ik moet 8:00. Oh, 8:00 gaan we rijden. Oké, we gingen lekker. Ik ging auto rijden. En goede afsluiter van examens. Trouwens, ik sluit wel even deze video af. Ja, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden om deze 3 weken van mij in de examenperiode te volgen. Abonneer hieronder, geef een like aan deze video. En hopelijk zie ik je bij de video waar ik geslaagd ben of niet. Nou, dat gaan we 14 juni horen. Dank jullie wel voor kijken. Doei!